Hallo allemaal en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Dutch Camel Gamers. Ik ben Wouter en vandaag gaan we weer een... geen nieuwe route spelen, een nieuwe trein spelen. Ja, dat wou ik zeggen. Ik heb vandaag van Chris Trains de NSDDZ geïnstalleerd. En die gaan we eens uitproberen hoe die eruit ziet. Ik heb gewoon de Ruhrgebiedlijn gepakt. Van Schengen naar Hagen, dat is iets van 100 kilometer, dus die gaan we ook niet helemaal uitrijden. Gewoon eventjes de trein bekijken en een klein stukje rijden. En ik ben benieuwd hoe die rijdt. Ja, daar zijn we. We zijn in Hagen, Hauptbahnhof. En dan zullen we eens even kijken wat voor trein we hebben. Deze dubbeldekker, ook wel DDZ, ook wel een... De nieuwe Intercity dubbeldekker genoemd. Gaan we vandaag mee rijden. NS heeft hem, als ik de deur even open ondertussen. NS heeft hem in 2010, nou vanaf 2010, hebben ze de oude modellen helemaal omgebouwd. En helemaal vernieuwd en groot onderhoud gegeven. En zo ziet hij er tegenwoordig uit. Het eerste opvallende feit is trouwens al dat... het raam hier aan de voorkant. Ze hebben ervoor gekozen om een raam te nemen over de gehele breedte. Maar zoals hier te zien is, zitten de spijlen er nog wel in. Oh. Wat een geluid. Wat gaan we nog meer doen? Chris Trains heeft natuurlijk altijd de naambordjes hier aan staan. Dus die zou ik ook meteen even instellen. Ctrl F10 doe je daarmee. Extra trein, Alkmaar, Almelo, Almere, Amersfoort, Schothorst, Amsterdam, Arnhem, vind ik wel een hele mooie stad. Ja, dat is zeker een hele mooie stad. Nou, dan gaan we eerst even kijken wat hier te zien is. Met een vuilnisbak erin, ja hoor. Pedalen en een extra stoel voor de conducteur of iemand die les geeft. En wel bijzonder meteen is dit de stuurwiel. Dat heb ik nog niet heel veel eerder gezien. Nou heb ik ook nog nooit de binnenkant van deze trein mogen bekijken. Maar nou, laten we hem eens in de vooruit zitten. Dat is die aan de voorkant dus. Die zat hier achter. Dan doen we de rem eraf. Dat is deze. Ja, en dat is dus het stuurwiel. Hij is groen, dat is mooi. Oh, wat een geluid zeg. Lampjes aan. Een beetje vreemde overschakeling, maar als het goed is klinkt het geluid wel zo. Dus ja. Ik heb hem namelijk wel eens een keer voorbij zien komen aan speeding. Ja, het zal wel. Het geluid is op zich redelijk nauwkeurig, maar die overgang was een beetje jammer net. Dan gaan we even gauw over deze wissels heen en dan kunnen we zo meteen blank gas geven. Ja. Yeah. Wat zal die sirene zijn die ik net hoorde dan? Nou, blank gas. Perlen. Die staan hieronder ook. Tractie. En spanning. Oh, niet te hard door deze bocht. Ja, mag wel 40 hier, maar daar heb ik niet even scheid aan. Gewoon even lekker doorkadden. Ja, mooi. Wordt het trouwens? Viel me net ineens op. Een mooie route. Ik heb deze al een keer eerder gereden, maar is me nog niet helemaal opgevallen eigenlijk. Oh, het station. Laten we daar eens naar afremmen. Ik had eigenlijk wel verwacht dat een heleboel van die knopjes drukbaar waren, maar moet ik ze nog even zoeken waar ze allemaal zitten. Zit hier wat? Nee. Dat is even jammer. Oh,
Oh, we staan wel heel snel af zo. En dan komt dat sissende geluid ook weer terug. Of dat de remmen zijn, dat weet ik niet, maar... Ja, ja. Nou, dan staan we bijna stil. En de laatste geluid klinkt wel goed met dat... met de remmen. Een mooie deuropening. Bijzonder aan deze trein is trouwens, vind ik dan weer dat ze de hele onderkant hebben gebruikt om motoren kwijt te kunnen. Okay. Nee, dan kan je ook niet er binnenkomen als het goed is. Nee. Dat is wel een bijzonder feit. Dat is van een dubbeldekker zou je dat... Nou, nu is er nog iets wat me opvalt. Is dat hier een... derde en vierde... Nee, vijfde en zesde, zeg maar. As zit. Waarschijnlijk voor de motor. Nou, dan gaan we weer gewoon plankgas verder. Wel een prachtig beeld. Nou, zullen we eens kijken of we plankgas kunnen met deze trein. Jammer van die brug alleen. Nou, deze bocht kunnen we toch wel iets harder door. Nou is de vraag of ik ga stoppen voor dit station wat hier aankomt. Of dat we nog even plankgas blijven geven. Even snel kijken op de kaart. Oeh, een lange route zeg. Het is wel een groot station, maar... Nou, we rijden wel even door. Hoe hard gaat deze trein? Zo'n scherpe bocht dit trouwens, dat we beter niet kunnen doen, bedenk ik me net. Het gaat wel heel hard doorheen. De Christrains heeft deze trein op 160 gezet. Wat eigenlijk vreemd is, want... Ik heb de Wikipedia-pagina even opgezocht en die vertelt mij dat hij maar maximaal 140 kan. Nou ja, het zal vast wel goed zijn, maar... De meeste treinen die Chris Trains heeft gemaakt, zijn rijden als goed is 160, maar dat zijn ook de meeste treinen gewoon in Nederland. Nou, wat verder bijzonder aan deze treinen is, is denk ik dat ze alleen maar in het westen rijden. Dan kom ik er zelf niet uit het westen en dan zal het me een zorg zijn wat er voor treinen daar rijden, maar het is wel een nieuwe trein. En als we even de binnenkant bekijken, nadat ik even snel kijk hoe de route verder gaat. Ja, oké. Er is niks 100 aan. Kijk ik hier. Kijk! Wat een mooie binnenkant. Zo, even gas eraf. Met hele mooie deuren hebben ze erin gemaakt. Met van handgrepen erin. TV's. Een hele brede stoel in de eerste klasse in ieder geval. Oh, dat is zoomen. Ik ga even gauw afremmen. Van Kreuzstall. Naast het grote M-plasma aansporen. Ik denk dat ik even iets harder ga afremmen. Nog ietsje harder. Oké, we komen in een betere snelheids... terecht. Deze treinen rijden vooral als stoptreinen in het westen ook. Samen met de Sprinter, et cetera. Maar dan een Sprinter die meer capaciteit heeft, zeg maar. In de nieuwe treinen hebben ze dan ook wifi ingebouwd, zoals de meeste lange afstandstreinen. Waar ik dan weer vooral mee reis. Dus dat is op zich ook wel lekker.
En verder, ja, sommige mensen waarderen dat erg als je de wc inbouwt. Nou, daar hebben ze er ook twee van ingebouwd, als het goed is. En verder heel bijzonder aan deze trein is dat ze een loungehoek hebben. Volgens mij de eerste en tweede klas een soort loungehoek gekregen. Maar ja, waar je met meer personen kan gaan zitten. Dat is voor mijn doelgroep natuurlijk ook altijd wel mooi. En wat kan ik nog meer bedenken? Dat het een mooie trein is, ja, dat heb ik al net al verteld. Hoe ver gaan we nog? Even kijken wat de route allemaal nog eens ons brengt. En dan gaan we nog één station verder. Dan geven we gewoon weer blank gas. Het tweede geluid vind ik wel mooi, het eerste weet ik nog niet zo zeker. Oh ja, en bijzonder zie ik net ook hier aan de zijkant dat de cameratoezicht in deze nieuwe treinen zijn ingebouwd. Ik weet niet of we daar blij mee moeten zijn, maar ik hoop wel dat het de veiligheid zeker ten goede komt. Geneuvel op hier. Oh, nee, die niet. Die wil ik hebben. Zo. Nou, doe die maar wel. Niet zo handig. We gaan zo heuvel op, stoppen. Eigen. Ik kan het natuurlijk ook met de muis doen. In de verte aan het station aankomen. Gelukkig rijden we heuvel op, dus dat remt ook al een hoop af. En dan kan ik natuurlijk niet meer deze wel eigenlijk hebben. Oh, wacht eens even. Nou, eens even kijken hoe goed deze noodrem is. Nou, dat had ik niet verwacht. Dat had ik zeker niet verwacht. Het is inderdaad wel een splinter. Nou, en dan openen wij voor de laatste keer vandaag de deuren van deze trein. En dan hoop ik dat jullie deze kleine intro leuk vonden. Als jullie het leuk vonden, dan mogen jullie zeker een groen duimpje geven op deze video. Misschien ook wel een reactie geven op welke trein ik anders kan rijden. Maar vergeet ook vooral niet te abonneren. En dan zeg ik tot ziens mensen. Ik vond deze trein zeker de moeite waard.